Welkom allemaal bij Rooks in uh, We gaan het hebben over uh, Woke. Tenminste, uh, Teal Swan gaat het hebben over Woke. Ze was uh, in een nieuwe podcast, want we hadden nog niet genoeg podcasts. Daar uh, was ze te gast. Stars and Destruct heet het. Ik zag dat ze ook uh, Aubrey Marcus uh, hebben geïnterviewd. En het is uh, met Teal Swan een twee uur lang niet echt interview. Het is meer een gesprek. Teal Swan en Boho Beautiful. Over war, wokeism, gender, God, fame en parenting. En er uh, zat een uh, goed stukje over dat hele woke gedoe wat aan de hand is nu. En waar dat dus doorkomt. Wat is nou de oorzaak dat het, dat het aanslaat? Dat het opeens uh, zo opgekomen is en dat mensen er helemaal niet mee gaan. Hoe, hoe, hoe kan dat nou? En dat is natuurlijk... Uh, er zijn andere ideeën en theorieën over, dat het helemaal echt is opgelegd en erin is gebracht en dat allemaal mensen worden betaald om, om of ook zeg maar dingen uit te voeren. En dat het een sci op is en uh, al die dingen. Maar dan nog, hè, dat, dat, zou, dat zou nog steeds kunnen. Maar dan nog heb je mensen nodig die, die daaraan mee willen doen. En dat ligt wel in, in een soort bewustzijn, of eigenlijk in een soort onbewustzijn van mensen die, die daar helemaal dan vatbaar voor zijn. En waarom zijn ze daar vatbaar voor? Titel Swan, die, die legt dat uit... en dat heeft met de millennium-generatie te maken... De, de millennials... en ook een stukje uh, Gen Z... want die kwam weer daarna. Ik zit daar weer net voor. Dus uh, zij vertelt hoe dat... Uh, hoe, dat hoe woke uh, gekomen is. This woke culture that is... Coming up, especially in the Western world, is an absolute toxicity. It has its roots in the deep wounding that occurred with this generation. We're talking millennials and Gen Zs, right? But mm -hmm. especially millennials are the ones that started this one. Wokeism is essentially when you weaponize resentment, and resentment is all about unfairness. This generation feels like they were more unfairly led and unfairly treated, especially by authority, than. Any other culture, any other sorry, generation that I've seen. Ik zet hem hier even stil, want ze hebben het hier over de millennials. Uh, die zijn dus uh, niet, uh, ja, er, eigenlijk niet goed behandeld. Die hebben de, de is allerlei dingen aan ze beloofd en uh, dat is allemaal niet uitgekomen. Het is allemaal, ja, loze beloftes zijn, uh, zijn ze gedaan. En een stukje gaat verder, maar laten we laten hem zo even doorlopen. Maar ik zit daar dus net voor. Ik zit bij de Gen Xers. Ik ben een Generation X. En uh, ik zag dat ook al. Ik zag dat ook al. Dus uh, het hele idee van als je deze route volgt, als je in het systeem gewoon lekker meeloopt, dan word je uiteindelijk beloond. Dan, word je, hè, dan krijg je dit en dan krijg je dit en dan krijg je dit. Allemaal vaak materiële dingen en status en dat soort dingen. En ja, wat, wat krijg je daar dan voor terug, behalve dan allemaal fysieke dingen? Uh, ja, uh, uh, geluk. Ja, geluk en uh, liefde. En uh, dat komt al, kom je allemaal gewoon uh, tegemoet als je al gewoon de regeltjes volgt. En uh, dat, ik zag dat ook al, dat dat. Ja, niet, uh, niet helemaal uh, met de waarheid uh, klopt. Uh, maar er is, nog, er is nog wat anders, denk ik, waar, uh, waar Tiel het niet over heeft, is dat de millennials inderdaad van alles is beloofd dat is allemaal niet uitgekomen, uh, maar ze hebben natuurlijk ook gezien bij hun ouders dat die wel alle regeltjes hebben gevolgd en, die, en daar blijkt van ja uh, die zijn soms wel beloond en soms niet met, met fysieke dingen en met een goede positie ergens en uh, die zijn helemaal gewoon op hebben zich opgewerkt binnen het systeem, maar die hebben gezien aan hun ouders dat daar komt dus geen geluk uit voort. Hé, hey, maar ik heb toch alles gewoon keurig volgens de regeltjes uh, gedaan. En lekker meegelopen met de massa. En ik ben helemaal omhoog geklommen en ik heb een carrière. Uh, maar waar is nou het geluk? Dat gevoel, dat geluksgevoel komt maar niet. Dat je, dat je bent, zeg maar, ge, hè, dat je gearriveerd bent, zeg maar. Waar, 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 blijft, waar blijft dat? Waar blijft dat? Want die ouders die hebben zich gewoon. Uh, die hebben hard gewerkt en dat hebben we allemaal gezien, van een, hè, als kind, als van een afstandje heb ik dat gezien. Maar die ouders worden maar niet gelukkig. En die gaan ook nog uit elkaar vaak. Uh, die gaan allemaal scheiden en allemaal drama en uh, dit en dat. Dus ja, er klopt gewoon ergens iets niet met het volgen van, zoals uh, de, de, de jongen ook uh, straks zegt, het volgen van de blueprint, van, het, van uh, de blauwdruk, van doe dit maar en dan komt alles goed. Ja, dat is dus niet hoe het werkt. Dus ze hebben het zelf aan de lijf ondervonden toen ze dus opgroeiden en volwassen werden en zo. Maar ze hebben het ook om zich heen al als kind gezien. They were sold the idea that if you, if you go to school, if you do these things, then you get a job like this. Mm -hmm. Then it means, right? You get the family, you get the fairy tale romance, you get the, you see? So they were sold on this idea, and what happened is none of it came to be. In fact, they were kicked into the workforce exactly when 2008 happened. So there was a market crash the second that they were put in the workforce. Also, relationships. You sold me on the idea that relationships were going to work out. Look at all the Disney movies you sat me in front of when I was a kid. This <laughs> is not how it's working. So, with a generation that is, it's destroyed. I'm going to be honest with you. The millennial generation is demolished. Ja, dus het is natuurlijk heel Amerikaans. Uh, die, de Disney movies, en de hele ja, de Amerikaanse maatschappij is helemaal gedisnificeerd eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar we, we hebben natuurlijk daar ook in Nederland, want in Nederland is ook helemaal ver-Amerikaniseerd met allemaal Disney dit. En het is allemaal zeg maar globaal, helemaal met die streaming services die je nu hebt. Het is allemaal globaal geworden. En wat, wat gebeurt daar dan? Dan krijg je allerlei als kind, als je al die Disney-films en andere films ook, want er zitten allemaal boodschappen in, word je enorm beïnvloed. Dus je ziet nou ook nog steeds, nog steeds mensen die, uh, ja, het is lekker rustig als we gewoon de kinderen voor de tv zetten. En uh, dan, uh, dan zijn ze even stil, hebben geen last van ze. Uh, maar ja, alhoewel uh, dat heeft allemaal invloed. Dat heeft allemaal invloed. Dus uh, dan moet je enorm. And really, uh, the, the only individuals within this generation that are finding genuine success in worldly terms are the ones who are going so far outside the box that I, I mean, it's not something that's, that most mm -hmm. people can replicate. Yeah, they're like the one-offs. You right. can say it right? Like this, the, the self-employed, the ones yeah. that yeah, broke so the, the paradigm, moved yeah. away. You know, you guys, <laughs> yourself <laughs> okay. too, included. Me. yeah, yeah. yeah. There's no track to success anymore within society for this generation. And it, because of it, it is a truly resentful, distrustful, violently angry generation. Right now, the only thing they can do with that, that extreme resentment that they have is to try to rip down authority structures because authority is what hurt them. I mean, it's good for destroying power structures, but it's really bad for social cohesion. Yeah, that's is, that is, that, that like my voordeel. Dat al die, al die structuren die er nou zijn, allemaal worden afgebroken. Maar ja, het is natuurlijk met een beetje verkeerde, ver, de verkeerde intentie. Uh, dus het, 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 het komt van, ja, jullie, jullie hebben ons voorgelogen en uh, misleid. En uh, wij gaan dat allemaal, uh, dat spelletje van jullie, van jullie oudere generaties, dat spelletje gaan we helemaal afbreken. Daar gaan we niet meer aan meedoen. We gaan gewoon, of we gaan het eigenlijk van binnenuit, gaan we het proberen uh, kapot te maken. En dat is, dat is een beetje uh, hoe woke zeg maar, in elkaar zit. Dus er, er, zit wel een soort, er zit wel iets positiefs bij. Dat, dat je zegt van: ja, nou ja, al die structuren die gewoon echt belachelijk zijn, die worden allemaal afgebroken. Dus dat is positief. Maar goed, uh, je hebt natuurlijk. Uh, en, en je hoort heel veel mensen nu. Want dat, dat, uh, zoveel mensen die, die durven zich ook niet uit te spreken, dus die willen een soort handreiking doen naar de woke community, en wat doen ze dan? Die zeggen, ja, nee, woke, ja, woke, ik ben, ik ben eigenlijk ook woke, ja, ik ben ook woke, want ik ben ook voor diversiteit, en ik ben ook voor gelijkheid, en mensen gelijkwaardig behandelen, en al die dingen, dus ik ben ook een beetje woke. Maar woke is, ja, het, ja, het schiet af en toe wel een beetje uit de bocht natuurlijk, hè. En zo, zo proberen ze een beetje aan te sluiten bij, bij de, bij de wokies, maar dat is niet wat woke is. Kijk, de, de, de hele term woke is. Uh, gaat, er, er is geen goede woke en slechte woke. Nee? Dus als je voor uh, gelijkheid bent en zo, dat is geen goede woke. Woke is een term die juist is verzonnen voor het doorschieten daarvan. Dat is woke. Dus er, er, is, geen, er is geen goede en slechte woke. Alle woke is gewoon totaal krankzinnig. Maar dat komt dus wel. we cannot understand the, the culture of wokeism without understanding the context in which it was born and the context was them being sold a lie Yeah. and believing in it yes. walking the path and finding out that yes. there is no reward at the end of the, of the blueprint yes and, and, then, and then almost a, a collective feeling that there's no way to get what you want and need mm -hmm. that w is not how the previous generations felt Ja, ja, dus ik heb, ik heb dat ook al als, uh, laten we zeggen, Gen X'er... heb ik dat uh, zien aankomen eigenlijk. Ik voelde dat ook al van, ja, nee, maar, ja jullie spiegelen maar allemaal dingen voor. En uh, ouders, school, media, uh, van... Uh, van uh, volg het systeem maar, uh, volg de regeltjes maar. Komt allemaal goed, komt allemaal goed. En voor, voor die, die oudere generaties, voor mij... Uh, ja, ja, die hebben dat, die, ja, die zien dat zo, want die hebben dat zo ervaren zelf. Dus die hebben helemaal in die, in die waarheid zijn ze gaan geloven. En die hebben niet echt naar het systeem aan zich gekeken en uh, het, het systeem doorzien, om te zeggen: van nou ja, je kan alle regeltjes volgen. Maar je had ze ook kunnen zeggen: je kan alle regels volgen, maar jij kan ook gewoon helemaal je eigen plan uh, trekken. Want dat systeem, ja, dat, dat heeft ons wel uh, goed uh, beloond. Maar ja, ja, als we naar het systeem uh, op zich kijken, ja, dan uh, dat is het niet zo stabiel allemaal. En uh, er, is, er is heel veel vriendjespolitiek en corruptie en uh, dit en dat. En het gaat allemaal over ego. Dus uh, ik bedoel, uh, ja, maak je school nog maar even af. Maar, want het is allemaal verplicht. Maar goed, uh, doe het dan maar even nog. En dan uh, ga gewoon doen wat je hart je, wat je, ja, wat je hartje ingeeft. Of uh, probeer er buiten te, buiten te blijven, of zo. Dat hadden ze zo kunnen zeggen. Maar nee, iedereen is helemaal gehypnotiseerd eigenlijk. Door, door de blauwdruk. Dus... Uh, ja, wat, wat, wat doen we ermee? Ja, Tiel die zegt van, ja, die hele generatie die kunnen we eigenlijk gewoon wel opgeven, of is opgegeven, want dat komt gewoon niet meer goed, dat is helemaal in hun jeugd, is deze mindset van deze hele generatie, is een soort van gevormd door, nou ja, door, door alle, alle, alle leugentjes, en daar, daar kunnen we eigenlijk niks meer mee. mee. En uh, wat, wat uh, ja, ja, nou ja, het is een enorme resentment van die generatie naar, naar alles om hen heen. Alles om hen heen dat hen niet, niet beloont, niet verder brengt. Je kan, uh, je kan geen huis meer kopen, de relaties lukken niet meer door, door een beetje vervrongen beeld van wat relaties uh, zijn en wat liefde is. En. Dus het is een beetje een depressieve conclusie van, uh, ja, nou ja. We, we, we moeten dit er maar even uitzitten en dan hopen dat uh, Generatie Z het, uh, het beter doet. Maar uh, ja, dat, 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 dat ga ik me afvragen. Want uh, ja, dat, die, die zijn een beetje op dezelfde manier opgevoed. Dus ik weet niet wat daarvan uh, terecht komt. Het is, het is natuurlijk een beetje koffiedik uh, kijken over de toekomst en hoe dat allemaal gaat. Maar uh, we, zit, we zitten hier nog wel even, even in. En uh, we zitten hier nog wel even mee. Je zou zeggen, laat, laat, laat die generatie gewoon maar even uitrazen. <laughs> Hopelijk vinden ze ja, toch een beetje de weg naar, naar binnen toe. Maar ja, om, ja ik bedoel, we, we proberen dat allemaal te bewerkstelligen. Om, iedereen, om, om te wijzen naar ga naar binnen toe. En, en voel wat je, wat, je, wat je moet doen. Dat is natuurlijk een beetje een, uh, nog, nog steeds een zweverig. Concept. Dus ook bij alle, alle mensen die wakker zijn geworden, zogenaamd de laatste paar jaar. Een beetje zweverig nog om zo, uh, om zo te denken. Maar, uh, maar wie, weet, wie weet, met een zonnevlammetje hier en daar uh, kunnen we dat proces een beetje versnellen. Wie weet, tot zover. Tot de volgende.